De maand juli is niet goed begonnen voor het Korps Brandweer Suriname. Dit zei brandweervoorlichter Alton Pinas vanmiddag in een telefonisch interview. Pinas vertelde wat zich heeft afgespeeld aan de Petrusweg, de Pontbuiten en de Ellestraat te Rambulam. Bij twee woningbranden zijn er 5 kinderen omgekomen. Aan de Ellestraat liepen de emoties bij de omstanders hoog op toen ze erachter kwamen dat 4 jongens in de brand zijn omgekomen. Toen de brandweer aankwam, was de woning helemaal in vlammen. De woning is niet verzekerd. Er bleef daar in de woning 2 mensen. Moeder, vader en een zoon. 3 mensen. Moeder, vader en een zoon. Helaas is het kind komen te overlijden in de brand. We hebben later op de dag omstreeks 8:15 weer een melding gehad van een woningbrand. Dat was aan de Ellestraat nummer 5. De Rambulamweg. Na onderzoek bleek dat er 4 kinderen in de woning moeten zijn. 1 van de kinderen, een kind van nog geen jaar, een baby, die bevond zich bij de buren. Maar in de woning waren er 4 jongens. 1 van 5 jaar, 2 van 4 jaar, een tweeling dus. En 1 van 2 jaar. Vervonden zich in de woning en na het zeggen van omstanders waren ze opgesloten in de kamer waardoor ze weer weg niet zelf naar buiten konden vinden. Oh, mijn god. Dus had zij ook die, hebben die jongens bleven moeten laten. De brandweer heeft met man en macht geprobeerd het leven van de kinderen te redden, maar helaas door de grote rookontwikkeling die er aanwezig was, de kinderen al eerder doodgestikt. Van deze plaats uit condoleren wij de nabestaanden van beide gevallen. En wij wensen hen enorm veel sterkte toe met het smartelijk verlies. Dat was brandweervoorlichter Alton Pinas. Hij sprak over de 2 branden die zich vanmorgen hebben voltrokken te Pontbuiten en Rambulamweg. Daarbij hebben 5 kinderen het leven gelaten. De oorzaak van de branden is nog niet bekend. De politie en de brandweer zijn nog bezig met het onderzoek. De 4 kinderen die in het vuur zijn omgekomen zijn de kleinkinderen van de bekende toneelregisseur Humphrey van Hetten. ATV condoleert de nabestaanden.